Goedendag, Frank de Blanke hier met een video over is trainen tot falen noodzakelijk? Nou, heel veel mensen denken ik moet elke set tot het uiterste gaan om resultaat te boeken. Ik ga hierbij een voorbeeld geven, ik heb beide gedaan, eentje tot het uiterste gaan en eentje net niet. En het verschil laat zien in daadwerkelijk in resultaat. Dit is een bankdruk sessie voor mij. Ik ging vol gas, dus ik pak 160 kilo. En ik kwam uit de eerste set op 7 herhalingen. Ik ging tot het uiterste, ik kon geen herhaling meer. Nou, 2 minuten gerust en daarna ging ik weer verder. Kwam ik maar tot 4 herhalingen. Ik was vermoeid, ik kon gewoon niet verder. Volgende set kon ik met 2 herhalingen, set erop kon ik met 1 herhaling. Dat is het krijgen wat je krijgt als je tot het uiterste gaat. Totaal aantal herhalingen van deze training, 14 herhalingen voor het bankdrukken, keer 160 kilo, is een totaal van 2240 kilo. Dat is dus wat je bereikt hebt met het gaan tot falen. Dan heb ik bedacht van wat gebeurt nou als ik zorg dat ik 2 herhalingen overhoud. Dus ik kies een wat lichter gewicht. Dus ik ben iets omlaag gegaan in gewicht. Dus ik heb sets van 145 kilo gedaan. 3 setjes van 6. En de 4e set heb ik geprobeerd zoveel mogelijk herhalingen die ik op dat moment nog kon. Toen kwam ik op 7 herhalingen uit. Dus ik heb bijna hetzelfde gepresteerd in herhaling als de andere. Het enige verschil is, ik haalde hier 25 herhalingen keer 145 is 3625 kilo. Dat is bijna 1000 kilo verschil in volume wat ik in een training heb gedaan. En daarom raad ik eigenlijk niet aan om altijd tot falen te gaan. Waarom? Nou, je hebt het model van supercompensatie. Ik ga hem even hierboven heel snel tekenen. Dit is je huidige basis. Als je gaat trainen ga je omlaag, dan ga je herstellen. Dan word je als goed is beter en dan hier wil je weer gaan trainen. Wat er nou gebeurt, op deze manier, je gaat elke keer door het uiterste. Je maakt deze put alleen maar dieper. Dus de kans dat jij goed herstelt en hier weer boven komt voor je volgende training, is alleen maar kleiner. En wat je eigenlijk wil doen op een gegeven moment, is frequenter gaan trainen, een hoger trainingsvolume kunnen, waardoor je beter wordt. Want het is niet realistisch om alleen maar te denken dat je sterker wordt. Als het sterker zou worden, als dat alleen maar zou gaan, dan zou ik elke week 2,5 kilo bij doen. En dan zou ik in een jaar 100 kilo meer gaan bankdrukken. Nou, dat is wel heel optimistisch, want in 3 jaar tijd ben ik dan wereldkampioen bankdrukken. Zo snel gaat het niet. Wat wel kan, is je trainingsvolume aanzienlijk verhogen. En dat kan dus op deze manier. Dus als jij wilt groeien in spiermassa, of je wilt zelfs sterker worden, zou ik zeggen, ga niet altijd tot het uiterste. Hou 1 à 2 herhalingen in reserve. Daar boek je veel meer resultaat mee. Want jouw put wordt minder diep. Je kan sneller herstellen, waardoor je sneller in de supercompensatie komt. Dan train je weer en dan ga je weer vooruit. Dus in plaats van 3-4 dagen rust te hebben, kan je er waarschijnlijk na 2 dagen alweer trainen. Kan je een hoger trainingsvolume aan en dan kan je steeds sneller vooruit gaan. Dus hoe pas je dit nou toe? Want het is natuurlijk niet zo dat als ik met een lege stang ga bankdrukken, zal ik waarschijnlijk wel 100 reps kunnen. Nou, dan ga ik op een gegeven moment, als ik daar 4 setjes van doe, ga ik boven dit aanval uitkomen. Daar ga je geen spiergroei van krijgen. Als regel voor deze methode, als je 1 RM pakt, dus dat gewicht, dat je 1 herhaling kan doen, alles boven de 70% kan je spiermassa mee bouwen. Alles daaronder zou deze methode niet goed voor werken. Dus als jij met herhaling in reserve gaat zitten, zou ik zeggen, pak wel boven je 70%. En kijk hoe ver je kan komen, want ja, ik zou zeggen bijvoorbeeld ga je meer 90% ga je werken, dus dat is wat ik hier ongeveer gedaan heb, dan gaat het, nou dit was geen 90 trouwens, dan ga je wel zelfs zakken. Dus kijk uit met hoe zwaar je gaat, zorg dat je altijd 1 à 2 herhalingen overhoudt. En dit raad ik voornamelijk aan voor de compound oefeningen, squat en deadlift, bankdrukken, dat soort oefeningen wil je herhaling in reserve houden. Ben je lateral raises aan het doen, kan je prima tot falen gaan, want aangezien laat zeggen, op jouw zenuwstelsel is de belasting zo klein. Dus ik raad het voornamelijk aan op oefeningen waarbij je meerdere spiergroepen gebruikt, om het even makkelijk te houden. En waar je toch wel tot falen kan gaan, moet je denken aan een bicep curl, tricep extensions. Dat soort oefeningen kan je prima tot falen gaan. Want dan maakt volume in één keer een heel stuk minder uit, omdat je kan daar tot falen gaan en de keer erop kan je het gewoon weer doen. Want je lichaam herstelt daar wel van, want het is niet een hele zware inspanning. Maar ga je op een squat of een deadlift elke week maximaal tot het uiterste, ga je dat niet redden. Dus dan zou ik zeggen, hou 1 à 2 herhalingen in reserve over en je zult merken, je gaat aanzienlijk sneller vooruit. Nou, dit was de tip voor vandaag. Mocht jij nog een vraag hebben of iets wat je graag wil weten, laat hieronder een reactie achter en dan zal ik hem zo snel mogelijk beantwoorden. Heel veel succes en ik spreek jullie snel.